NICE is dé plek waar jonge mensen kunnen werken aan circulaire vraagstukken. Door te innoveren, ontdekken en experimenteren helpen ze met nieuwe kennis de transitie naar een circulaire economie te maken. We hebben inmiddels al 650 studenten in 6 jaar hier gehad. En zij zijn ook de changemakers van de toekomst. Wij kunnen heel goed gebouwen uit elkaar halen. Maar waarde toevoegen aan die materialen, we weten zeker dat er heel veel slimme mensen zijn in de markt die dat heel goed kunnen. Nature is peaceful. At the same time, life is full of pain. Destruction through overconsumption. There's so much production, pollution, corruption. Oh. But I feel hope. For the last 5 months, I did my research internship with NICE, and I found out that arts is a very powerful tool to connect the emotions of the people, to move them. Ik vond de manier waarop die is opgezet vond ik echt heel gaaf, heel speels, afwisselend. Mensen aan denken zetten. Wat ik heel gaaf vind is die verbinding met jonge studenten en MKB-bedrijven op gemeentes met hun circulaire vraagstukken. En hoe je daar dan richting aan geeft. Ik ben bezig geweest met het ontwerpen van een akoestisch paneel. Dit heb ik gedaan uit banners van buitendienst van gemeente Meppel, kozijnen van mijn ouders vandaan op Ameland en schapenwol ook van het Jutters en Landbouwmuseum op Ameland. Wat ik heel leuk vind is dat de studenten die hier zijn geweest, dat die vaak dus inderdaad ergens is gaan werken en uiteindelijk indirect weer contact heeft met NICE, zodat ook die verbinding blijft bestaan, ook na de studie.